Dames en heren, jongens en meisjes, hier is het dan. Ik heb het voor elkaar gekregen. Na een hele hoop, zoals jullie hebben gezien, heb ik een test heb ik, op internet gezet op ons kanaal, The Gaming Dutchman. En ik was daar nog niet helemaal tevreden mee. De kwaliteit was net niet goed genoeg. Maar ik ben nou wel tevreden, ik heb een goede kwaliteit. Ik heb alle filmpjes goed. Het is Super Smash Bros. Brawl. Dit is het eerste deel. Geniet even van dit filmpje. Want ik moet zeggen, de filmpjes en de muziek in het spel zijn echt super geweldig. Het is echt, nou ja, ik heb er geen woorden voor. Voor een Nintendo game, en zeker voor een game als Super Smash Bros. Brawl, is het gewoon zo goed. Het is zo goed, vind ik. Van, nou ja, ik hou mijn mond even, kijk maar even en luister maar even. Goed, genoeg stil geweest. Ik heb de Subspace Mastery gedaan. Als ik het goed uitspreek, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar kijk, titelscherm. Bam. En nu gaan we gelijk over naar de eerste cutscene van de Subspace. Lang leven knippen en plakwerk. Nou, toen ik dit dus voor het eerst zag en nou ja, vooral speelde. Echt, nou, als een kind zo gelukkig. Het zag er zomaar uit. Kijk, check die Mario. Ik weet niet, maar het had gewoon wat. Ik ben nou ja, een grote Super Smash Bros fan. En Melee vond ik ook geweldig. Echt helemaal super. Mijn favoriete poppetje toen was Roy. Die heb je helaas in dit spel niet meer. Maar je hebt nu wel Ike. Die is, maar goed, Roy was echt. Roy was snel en sterk. Dit stuk, ik twijfelde even over wie zou ik nemen, Kirby of Mario. Zeg maar, ik had het, nou ja, dit stuk al vrij vaak gedaan met Mario. Omdat, om steeds even te checken of hij het goed deed, weet je wel. Van, of ik de goede instellingen nu had en of het nog beter kon. En ik speelde altijd met Mario dus. En nou dacht ik van, nou ja, weet je, fuck it, ik pak lekker Kirby. En nou, ik vond dat ik het vrij goed heb gedaan. Nou, als je zag dat ijsblok ontwijken, nou ja. Ik, even voor de duidelijkheid nu gelijk. Ik vind mezelf geen pro in dit spel, absoluut niet. En ongetwijfeld dat ik een aantal keer zal doodgaan. Want nou, ik ben ook absoluut geen pro. Maar ik vind het gewoon een heel leuk spel om te doen. En ik weet dat er animo voor is. Ik weet dat andere mensen ook het een leuk spel is. Of andere mensen vinden het ook een leuk spel. Dus, nou ja, goed, ik speel dit spel voor de fun, net als alle spellen van The Gaming Dutchman, is allemaal voor de fun. Hier, dit vind ik ook Pit, van de Kid Icarus. Ik heb, moet zeggen, ik heb Kid Icarus eigenlijk nooit echt gespeeld. Ik heb hem wel eens gezien en dingen van gehoord. Maar goed, er schijnt dus ook een Kid Icarus uit te komen voor de 3DS. Ik ben er benieuwd naar. En nu de prijsdaling van 70... dollar en 70 euro voor de 3DS heb ik hem overwogen om hem te kopen eigenlijk, want Zelda Ocarina of Time, Star Fox 64 en Kid Icarus zijn titels die me best wel leuk lijken. Maar goed, dat was de spit. Hier het schip van Meta Knight. Het verhaal van de Subspace Mastery, ja, hoe leg je dat uit? Het is gewoon, nou ja, wat ik zeg van, niemand zegt wat. Dus het is constant een beetje eigen interpretatie van wat zie je en wat ik vind en zie. De bad guys als Wario, Bowser, Ganondorf, Meta Knight en zo, die proberen alle good guys te pakken.
En hoe verder in het verhaal komt, hoe meer bad guys komen. Want in het begin zie je alleen Meta Knight. En dan zie je opeens Rob zie je. En waarom Rob trouwens als bad guy is, dat weet ik ook niet. Maar goed. Je ziet Rob en wie zie je nog meer? Nou ja, Ganondorf. Nou ja, je kent ze wel, Bowser. En uiteindelijk gaat het erom dat Taboo iets aan het doen is. Maar hoe of wat precies, dat weet ik niet eigenlijk. Want op een gegeven moment loopt het ook heel raar, maar dat zullen jullie allemaal nog zien. Want ik ben van plan de hele serie te doen, zeg maar. Of de hele Subspace Semester te doen. Maar op een gegeven moment zie je ook van dat Meta Knight opeens bij je hoort, weet je wel. En waar dat opeens vandaan komt, nou geen flauw idee. Maar goed. Ik heb het spel inderdaad al één keer gespeeld. Ik heb het helemaal uitgespeeld. Dus het is de tweede keer dat ik het doe. En dus vandaar dat ik al een beetje weet van het verhaal. En ik wil graag jullie interpretaties, zeg maar, van het verhaal ook graag horen. Vind ik leuk om te horen. Dus laat gerust een comment achter van wat jij vindt. Want ook jouw mening telt. Goed, hier komt Ancient Master, of Minister, sorry, Ancient Minister. En kijk maar even wat er gebeurt. Kijk, dat is dus Rob. Of eigenlijk heet die R.O.B. Dus van de allereerste NES. Ik weet niet of die eigenlijk in Nederland is uitgekomen, maar goed, ik heb er veel dingen over gezien en gehoord. Hij hoorde bij een of andere heel vaag spel. Ging helemaal nergens over en daarom niet echt succesvolle spellen. Maar uiteindelijk heeft hij wel in spellen als Super Smash Bros. Brawl en oh shit, waar zat hij nog meer in? Mario Kart zat hij. Voor de DS zat hij sowieso. Ik weet niet hoe het met andere Mario Kart zat, maar sowieso voor de DS. Dus ja, hier vecht ik tegen de Piranha Plant. Volgens mij kwam die voor het eerst in Super Mario 64 of Sunshine, zeg maar, in deze vorm. Maar daarna heeft hij nog in spel als Mario Tennis gezeten. Mario Party heeft hij gezeten. Zoals jullie zien zijn Peach en Zelda in een cage. Je hebt twee HP balken. Eén van de Zelda cage en één van Peach cage. Waarom ik me focus op de Zelda cage. Dat is... Kijk. Nou is de Zelda cage dus kapot, dus is hij eigenlijk verslagen, maar nee, dat zul je nu zien, waarom ik me focus op de Zelda cage. Oh ja, en aan het eind van het gevecht probeer ik zoveel mogelijk die special move te doen, weet je wel, van aai, aai, en dat soort dingen. Kijk, Wario. Oh ja, ik zei net in het begin zie je veel Meta Knight, maar Wario zie je natuurlijk. Yo, kijk, hierdoor koos ik Zelda, want nou is Peach eigenlijk de lul. Nou ja. En nou kan ik dus nog een heel stuk met Zelda spelen. Terwijl ik met Peach eigenlijk helemaal niks kan. Echt, met Peach kan ik wel zo weinig. Het is bijna net zo erg als Yoshi. Met Yoshi kan ik ook bijna niks. Nou ja, om die bommen gaat het dus. Nou, en nu komen de leuke levels. Want in tegenstelling tot de vorige is dit niet alleen maar tegen elkaar vechten of tegen baas vechten. Maar is het ook een level doorlopen. En die levels zijn soms zo mooi, maar zo groot. Het laatste level, dat is zo ongeveer, een uur of vier of vijf hier vandaan. Dus dat duurt nog even. Maar dat laatste level, dat heet de Maze. Maar dat is zo gigantisch groot. En daar ben je alleen al gewoon heel lang mee bezig. Maar dat bedoel ik ook echt heel lang. Dus dat level, ik denk dat ik dat flink ga bewerken. Want dat duurt zo lang, hè. Nou, hier zie je dat Pit krijgt zijn boog. Maar zijn boog telt niet alleen als boog, maar kan je ook gebruiken als soort van zwaarden of messen, zeg maar.
Sterker nog, volgens mij gebruik ik in dit deel helemaal niet zijn, zijn boog, zeg maar, of een pijl, zeg maar. Dat ik een pijl schiet. Hier, die soundtrack hier, ik vind het zo geweldig, hè. Ik vind het echt heel goed. Nou, dit is dus het eerste level waar je echt doorheen loopt. Nou, toen ik dit voor het eerst deed, ik wist niet waar me overkwam. Ik dacht, wat is dit nou? Toen ik dit voor het eerst deed, wist ik ook niet waar me overkwam van what the fuck. Ik pak twee papiertjes op, wat is dat nou weer? Later kwam ik erachter dat dat stickers zijn. En die stickers die heb je nodig voor om je te upgraden. Hier pak ik een trofee. Die stickers heb je nodig om jezelf te upgraden. Waar is dat goed voor? Nou ja, dan kan je bijvoorbeeld plus 3 attack krijgen of plus 5 defense en dat soort dingen. Maar dat laat ik nu nog wel een keer zien als het nodig is. Maar in principe doe ik dat weinig tot niet. Shoti, dus dat je zijn dingen ook als zware kan gebruiken. Maar nou zit je weer hier en nou zie je weer dat het gewoon een boog is. Maar ja, die hamer valt die kop eraf. Dan voel je ook mooi lullig. Dus ik wacht hier even tot hij voorbij is. Nou, hij is voorbij. En dan gaan we verder. Oh ja, gele boxers zijn meestal trofees. En die trofees die heb je nodig gewoon voor verzamelingen en ja, een hele soort achievements kan je krijgen, maar daar moet je een aantal trofees voor hebben. Nou, wat voedsel pakken. Wat ik ook erg leuk vind trouwens aan de soundtrack, kom ik toch weer terug op de soundtrack. Van alle games, zeg maar, zit een soort van remix van soundtrack. Want dat zal je misschien ook wel horen, maar van een aantal games, zoals speel je een level met Zelda, dan zit er een hoor je wel een bekend deuntje van The Legend of Zelda en dat soort dingen. Maar goed, het is alweer tijd om af te ronden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Geniet nog even van deze cutscene. En ik zeg later. Nee. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.